Het recht staat aan onze kant. Dus gaan we er alles aan doen om dit land niet over te geven aan grootgrondbezitters. Het ferm standpunt van NDP-DNA-lid Jennifer Vreedzaam over de huidige status van het grondenrechtenvraagstuk. Vreedzaam is van mening dat de huidige aanpak van de regering te wensen overlaat. Aan de hand van de te volgen nota van wijziging zal worden gekeken naar de volgende methode van aanpak. Maar wij gaan niet opgeven. We gaan kijken wat de nota van wijziging zal inhouden, wat de regering mee komt. Maar we zijn nog niet klaar, omdat we weten dat het recht aan ons kant staat. En wij gaan daarvoor en wij gaan helpen dit land in ieder geval niet over te geven aan grootgrondbezitters. Want dat is wat nu speelt. Dat mensen zijn in deze samenleving die eigen belangen voorstaan. Vreedzaam gaf verder aan dat het verantwoordingsschuldig blijven aan het volk ook een taak van het staatshoofd is. Bij het aankaarten van oplossingen met betrekking tot de grondenrechtenkwestie zou met en door het volk moeten worden gekeken of het past in de ontwikkelingsvisie van ons land. We moeten gaan zitten aan tafel en daarover praten. Toch? Daarvoor hebben we duidelijk gezegd en daarvoor hebben de vele inheemse organisaties duidelijk aangegeven. FPIC. Free prior informed consent. Laten we zitten en praten en eerlijk en oprecht. Ja, kijken hoe wij de zaken moeten doen. Vreedzaam hoopt dat er gauw een verandering komt in het grondenkwestiebeleid in het voordeel van de inheemse en tribale volken.